Shorttracker Melle van het Woud uit Almere maakt een goede ontwikkeling door. Maandag hoort de 18-jarige Melle of hij zich geplaatst heeft voor het WK Shorttrack, dat begin maart in Polen plaatsvindt. Melle groeide op in Canada, waar hij voor het eerst met shorttrack in aanraking kwam. Al beoefende hij eerst een andere sport. Ik deed eerst ijshockey. En dat deed ik op goed niveau in Canada. Maar ik kreeg een hersenschudding. En vrienden van ons deden shorttrack. En mijn broertje en ik hadden het geprobeerd. En we vonden het heel erg leuk. Dus we zijn er daar mee doorgegaan. En toen zijn we naar Nederland verhuisd en hier zijn we het eigenlijk nog mee doorgegaan. Shorttrack is een snelle sport met soms chaotische manoeuvres en dat ligt Melle wel. Ik kan heel goed zien wat er in de rit gaat gebeuren. Dus ik kan heel goed afwachten en ik pak mijn kansen wanneer ook al een heel klein kansje is, dan ga ik ervoor. Zijn specialiteit zijn de 500 en de 1500 meter. 1500 meter denk ik wel het leukst, want dan is echt strategie. Moet je echt kijken wat er gebeurt en op het goede moment inhalen en niet te vroeg op kop. Gewoon echt slim rijden. En ik vind 500 meter ook leuk, want dat is gewoon beuken. Dat is gewoon volle bak gaan en zo hard mogelijk rijden en inhalen of gewoon goed blokken. Melle schaats bij het regionaal trainingscentrum in Utrecht, waar de grootste talenten uit de regio schaatsen. Coach Bas van Weerden verwacht veel van Melle in de toekomst. Met zijn werklust kan hij zomaar gaan verrassen, zeker. En wat maakt hem op dit moment zo goed? Welke stappen voorwaarts heeft hij gezet? Qua technisch heeft hij heel erg verbeterd. Inhoud, hij is gewoon sneller en sterker geworden. Hij moet technisch wel wat stappen maken om helemaal de aansluiting te gaan vinden. Maar dat is wat ik zeg, hij werkt er heel hard voor. Hij is elke dag super gefocust mee bezig. Dus ik ben daar niet bang voor. Ja, ik hoop natuurlijk ook naar de Spelen te kunnen gaan. Ja, het is nog wel echt mijn droom om gewoon om een Nederlands team te halen. Dus dat maar eerst even doen.